In de video's over mijn zeiltochtjes heb ik zo nu en dan wat verteld en laten zien over wat er komt kijken bij het maken van die tochtjes en wat er bijvoorbeeld fout kan gaan. Dat heb ik nu samengevat en aangevuld tot een enigszins compleet verhaal in 3 video's. Daarbij heb ik ook vragen naar aanleiding van mijn video's meegenomen. Dit is deel 1, waarin ik het vooral zal hebben over de boot en de voorbereiding van een tocht. In deel 2 ga ik in op het varen met aandacht voor onder andere de zeilvoering, ondiepte, stroom, golven en het aanleggen. En in deel 3 besteed ik onder andere aandacht aan sluizen, scheepvaart en bruggen. Ik heb het zeilen mezelf geleerd en ben dus zeker geen gediplomeerd zeilinstructeur en dit wordt dus zeker geen zeilcursus. Ik denk dat het interessant kan zijn voor de beginnende of niet zo ervaren zeiler. Ik ben inmiddels 72 en hier zie je me in een nog redelijk fruitige staat. Vanwege veel sportieve activiteiten ben ik nog steeds fit en lenig. En dat helpt als je solo zeilt zoals ik doe. Soms 10 uur zonder onderbreking zeilen met ook nog aandacht voor het filmen kan namelijk best vermoeiend zijn. Dan maar gauw naar mijn boot, want die bepaalt mede mijn ervaringen. Het is een Nadine 24. Volgens Duitse voorbijgangers is hij gebouwd volgens specificaties van de Deutsche Kriegsmarine. Dat klinkt degelijk en dat is hij ook. Hij, of moet ik zeggen zij, is 7,56 meter lang met een waterlijn van 6,10 meter en heeft een vaste kiel met een diepgang van 1,20 meter en een mast die 10,10 meter hoog is. Ik word ingehaald door een grotere boot. Lengte loopt, zeggen ze, en dat gaat over de snelheid van een gewone boot die niet kan planeren, die begrensd is tot de zogenaamde rondsnelheid. En dat komt doordat een boot een eigen golf maakt en die gaat hem tegenwerken naarmate hij harder gaat varen. De rondsnelheid is in formule 4,54 maal de wortel uit de lengte van de waterlijn. Bij mij is die 6,2 knopen. Dan de zeilen. Hier zie je het 10 jaar oude grootzeil met het zeilteken van de Nadine en de 30 jaar oude Genua. Dit is mijn ook al oude werkfok die ik kreeg van een medezeiler. Ik heb ook nog een klein stormfokje. De spectaculaire mooie halfwinden die ik liet maken heb ik verkocht omdat ik het te veel gedoe vond en dat gold ook voor de spinhaken die ik heb weggegeven. Dan de touwtjes, dat wil zeggen de vallen en de schoten. Hier een paar tips. Hier zie je hoe ik een takeling maak als een lijn aan het einde uit elkaar valt. Je moet de omwindingen flink strak doen. En klaar is Kees. Dan de scheepsknopen die ik het meest gebruik. Dit is een achtje dat voorkomt dat een schoot uit een leihoog schiet. En zo gaat hij. En dit is overigens het leihoog. Dit is de paalsteek die je gebruikt om een lus te maken. En dan heb je een mooie lus voor bijvoorbeeld een boulder. En zo gaat een scheepsknoop gemakkelijk los. En dit is de mastworp waarmee je je stootwielen bijvoorbeeld aan de reling vastmaakt. Als je het zoals hier slippend doet, komt die makkelijk los. De meer dan 30 jaar oude verstaging heb ik onlangs laten vernieuwen. Het verhaal gaat dat de verzekering vervanging eist na 10 à 15 jaar. Hou de diverse borgpennen in de gaten. Bij mij lag de lummel ineens op dek doordat hij niet meer geborgd was. Met een paperclip loste ik het tijdelijk op. Ten slotte heb ik een indirect gekoelde Nye motor van 14 pk die de zeer oude direct gekoelde Fariman 8 jaar geleden heeft vervangen.
De vervanging was helaas geen garantie voor het stoppen van de motorzorgen die iedereen wel kent. Het is dus verstandig om je enigszins voor te bereiden op een wegvallende motor en daarom schets ik hier wat ervaringen. Nog niet zo lang geleden startte de motor bijvoorbeeld niet op een plek met veel scheepvaart en wegvallende wind. Er was te weinig wind om laveren tussen de drukke scheepvaart door te zeilen in de richting van mijn bestemming. Ik koos dus voor omkeren en voor een lichte wind terug te zeilen en daarna contact op te nemen met de verkeerscentrale Wemeldingen en te vragen om hulp van een berger. Die kwam gelukkig vrij snel en het is goed te weten dat mijn cascoverzekering de kosten volledig vergoedde. Ik ben natuurlijk al meer dan 25 jaar ridder aan de wal van de KNRM, maar hier wilde ik ze niet meer lastigvallen. Na een eerste reparatie startte de motor de volgende tocht opnieuw niet. Ik vroeg een medezeiler om een sleepje naar de wachtstijger bij de Bergse Diepsluis. Daar aangekomen zag ik dat ik hier ook heel goed zeilend had kunnen aanleggen. Dat had ik natuurlijk van tevoren kunnen uitzoeken. In ieder geval zou ik zeilend aanleggen af en toe oefenen. De monteur kwam vanuit Herkingen om mij te helpen en leerde mij het volgende trucje om de motor te starten zonder de startknop te gebruiken. Daarbij verbind je de voeding met de stekker door middel van een schroevendraaier. Ik heb geen radar en wel een eenvoudige GPS die ik soms gebruik voor de leuk, zoals hier waar je kunt zien dat ik door stroom mee 2 knopen harder vaar dan de rompsnelheid van de boot. Bij een tocht van Vlieland naar de Helder buitenom heb ik wel eens een waypoint bij de eilandse gronden gebruikt. Als er kans op mist is, zet ik hem zeker aan. Ik heb hem een keer nodig gehad bij plotseling opkomende zeemist. De marifoon gebruik ik veel in contacten met sluizen, bruggen en verkeerscentrales. Ik test hem aan het begin van het seizoen. Stevin Sluis, jacht je Symphony in de marina voor een marifoontest? Ja hoor, laat je zijn. Ik heb natuurlijk een kompas. In Nederland waar ik vaar hoef ik niet te rekenen met deviatie en variatie. Lekker makkelijk. Ik smeer jaarlijks zachte zelfslijpende antifouling op de boot en dat ging goed toen ik in Den Oever op zoet water lag. Wel met een ongemakkelijk gevoel vanwege de watervervuiling. Nadat ik verkast ben naar Herkingen op het Zoute Grevelingen, bleek er tot mijn verrassing gigaveel aangroei en ik was overigens niet de enige. Dat lijkt te komen door minder gif in de antifouling, de specifieke omstandigheden in de Grevelingen en het stilliggen in de zomermaanden als ik niet zeil vanwege de drukte. Ik had vooral gemerkt dat ik op de motor geen snelheid meer kon maken en de motor niet op toeren leek te komen. Later las ik dat dit door aangroei op de schroef komt. Ik ben me nu aan het bezinnen op een alternatief voor de antifouling, ook vanwege het gif, en overweeg ook om te verkassen naar zoet. Ik hou jullie op de hoogte. In Vlissingen trof ik deze sleephelling waar je je boot kunt afspuiten. Dat lijkt me eerlijk gezegd ook wel wat. 2 aandachtspuntjes als je het water ingaat. Ik vang de koelvloeistof uit de motor op in een emmertje en je moet niet vergeten de watergesmeerde Volvo Seal bij de schroefas in te knijpen. Dan de voorbereiding van een tocht. Ik gebruik vooral de kaarten van NV Charts, die verhoudingsgewijs meer kaart voor het geld geven dan de kaarten van de hydrografische dienst. Op de kaart staat de schaalverdeling in zeemijlen die ik hier niet ga uitleggen, maar de verticale schaalverdeling is niet dezelfde als de horizontale. De verticale schaalverdeling geeft de werkelijke afstand in zeemijlen weer, die je ook gebruikt in horizontale richting. Zo pas je dus 3 zeemijlen op de kaart af en die moet je ook zo gebruiken. Je moet de kaarten bijhouden gedurende het jaar, maar in het algemeen verandert er niet veel. De grootste veranderingen kun je op het oostelijk wat verwachten. Ik zeilde jaren geleden een keer op de rechtstreekse route vanuit de Zuiderspruit naar het Wiermerwad, terwijl ze de boeien aan het opruimen waren. Sindsdien moet je via Pinkegat en Friesewad. Maar ook op het westelijk wat heb je natuurlijk wel eens flinke veranderingen. De verbinding van het Schuitengat richting Vliestroom werd bijvoorbeeld een serieuze vaarroute. Het kaartbeeld moet je vertalen naar wat je ziet.
Op deze nog niet zo oude zeekaart zie je een aantal landmerken bij Scheveningen waarop je je kunt oriënteren. En dit zie je dan in het echt. Vroeger kregen marineofficieren overigens les van schilders voor het maken van silhouetten van de kust, zogenaamde landopdoeningen. Ik voer een keer van Den Oever naar Stavoren. Toen ik de kust van Friesland zag, dacht ik te lang dat ik hinderlopen zag, in plaats van Stavoren. Toen het duidelijk werd, moest ik flink bijsturen. Voor je gaat varen, kijk je natuurlijk naar het weerbericht. Het is verleidelijk om het weerbericht te kiezen dat jou het beste uitkomt. Je kunt natuurlijk beter meerdere weerberichten raadplegen en juist het slechtste erg serieus nemen. Hier deed ik dat niet goed. Het werd, weliswaar enigszins in de luwte van de afsluitdijk, Noordwest 7 met vlagen van 8 à 9. Alles was onder controle, maar ik had beter niet kunnen gaan. Ik had haast en wilde te graag en rekende mijzelf dus te rijk. De marges voor het opvangen van fouten of het optreden van schade worden gewoon te klein. Maar je hebt natuurlijk wel spectaculaire plaatjes. Ook is het goed om te kijken of er kans op mist is. Hier valt het nog wel mee, maar vooral opkomende zeemist is verraderlijk. Eén keer overkwam het mij op nog geen 100 meter van de havenmond van Vlieland, toen binnen een halve minuut het compleet dichttrok en ik op mijn richtinggevoel moest vertrouwen waar de havenmond lag. Dat liep gelukkig goed af. Als je geen radar hebt, ben je hier overigens verplicht zo snel mogelijk te ankeren buiten de vaargeul. In een eerdere situatie met opgekomen mist in de Vliesloot, waarbij ik de boeien dan nog wel net kon zien, heb ik me natuurlijk gemeld bij de Brandaris. Tja, als je dan de veerboot hoort vragen wie die stip is en de Brandaris je scheepsnaam hoort roepen, dan denk je wel, oeps. Onweer wil je natuurlijk ook niet. Ik heb het maar een enkele keer meegemaakt en is eng, maar eigenlijk gaat hetzelfde fout en dat geldt ook voor waterhozen. Ik zou in alle gevallen de zeilen naar beneden doen en alles vastzetten. En bij een waterhoos zou ik mezelf voor de zekerheid ook maar vastzetten, alhoewel het verhaal gaat dat je je niet van je schip tilt. Ik gebruik natuurlijk ook informatie over de waterdiepte, de stroom en bruggen en sluizen die ik zal aantreffen. Hier zie je Rijkswaterstaat waterinfo en daar kun je ook informatie over bruggen vinden. En hier zie je de verwachte afwijking van de waterstanden. Dit is de dieptestaat van Nautin voor het Waddengebied. Dit is een stroomatlas waarin je per uur de stromen in een vaargebied ziet ten opzichte van het tijdstip van hoogwater. In de wateralmanak van de ANWB kun je onder andere informatie vinden over sluizen, bruggen en havens. Maar ook over stroom op het spui bijvoorbeeld. Dan wil ik tenslotte iets vertellen over de planning van een zeiltocht. Een zeiltocht voor mij bestaat meestal uit enkele dagen. Vooraf plan ik die op basis van het weerbericht en persoonlijke omstandigheden. Ik beperk me nu even tot één dag uit zo'n meerdaagse tocht en ga daarbij uit van een inmiddels vaststaande bestemming. De tocht gaat van Den Oever naar Vlieland via het Wad. Om de tocht een beetje leuk te kunnen zeilen, kun je beter geen wind uit het noorden of het noordwesten hebben, want anders moet je op dit deel van het traject erg veel kruisen. In de praktijk tref je in het zegel bij Vlieland vaak één bevoor extra wind aan ten opzichte van de rest van het wad. In principe vaar ik niet bij meer dan 6 bevoor wind, zoals hier, dus dan is de wind die ik in het zeegat krijg bepalend. Ook zou er in de voorgaande dagen geen golvenbouw in het zeegat moeten hebben plaatsgevonden door harde wind op de rest van de Noordzee. In een oude serie artikelen in het blad Zeilen zijn de windsituaties in de zeegaten besproken die je beter niet kunt treffen. Bij voorkeur volg ik de route langs het vaarwater langs de afsluitdijk, het wantij over het Zuidoostrak, het Inschot, de Vliesstroom en de Vliesloot, want dan profiteer je maximaal van de stroom. Idealiter loopt de vloed mee langs het vaarwater langs de afsluitdijk tot het wantij over het Zuidoostrak. Daar is het, als het goed is, kentering. En gaat de eb meelopen hier langs de Vliesstroom.
tot hier bij de vliesloot waar je weer stroom tegen krijgt. In de vliesloot staat heel veel stroom, maar als de wind uit de goede richting komt, kun je er tegenin zeilen. Hier lukt dat dus zeilend. De kritische ondiepe plekken zitten bij het vaarwater langs de afsluitdijk hier ongeveer. En daar staat bij NAP 1,70 meter. En het wandtij over het Zuidoostrak en daar staat bij NAP 90 centimeter. Je kunt ook kiezen voor een omweggetje via Verweschat en Molenrak. En daar staat iets meer water, namelijk 1,20 meter bij NAP. Hier zeil ik bij die ondiepte langs de afsluitdijk. In deel 2 ga ik nader in op de manier waarop je nagaat of er voldoende water staat. Je kunt als alternatief ook via de vlieter en het scheurrak omdraai naar het inschot gaan. Alleen dan moet je er rekening mee houden dat je hier stroom tegenkrijgt. En dat was het. In deel 2 ga ik in op het zeilen en varen.